die dame die zit gewoon in de motregen. Het is niet echt overdreven koud, dan moet de deur ook even open hebben. Maar die zit dus echt in de motregen. Ja. Gek beetje. En hier ligt er een. En zelf? Nou ja, zelf ben ik nu weer uit te branden. Knallend open en mis. Ervan. Het gaat wel weer over voordat ik een oud kereltje ben. En alles. Maar niet. Hé, jonge dame. Mooi is dat. Dat was. Ja. Ze zal ook gemaakt hebben. Maar dat is dan hier ook de Koningstraat. En ik ben hier tijden niet meer geweest omdat ze hier bezig waren. En het was afgesloten met hekken en doeken ervoor en et cetera. Ja. Dus daar kennen we ook al niet verder. Dus ik rij even nog een stukje door. Ja, goedemiddag lieve vrienden en welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Het is vandaag zaterdag, de 30ste van de 3e 2024, met de stille zaterdag voor Pasen. Het is 15:42 en die dame die zit gewoon in de motregen. Het is niet echt overdreven koud, dan moet ik de deur ook even open hebben. Maar die zit dus echt in de motregen. Ja, gek beetje. En hier ligt er een. En zelf? Nou ja, zelf ben ik nu weer uit te branden. Knallende hoofdpijn en misselijk ervan. Het gaat wel weer over voordat ik een oud kereltje ben. En anders. Maar niet. Hé, jonge dame. Hi. Wat nou? Gaan we een rondje draaien. Ik ben nog ingezoomd op jou. Hé, hallo. Dan ben je nat, hè? Ja. Ja, nou ben je wat koud. Je gaat er dan ook in de regen zitten. Echt, stil erover. Hé? Gaat het nou weer? Wie ben je naar buiten? Oeh, want je zal de deur weer dicht zien te krijgen. Hè? Ja. Want je zal die deur dicht zien te krijgen. En dat gaat wel. Hé. Hey. Hey, knock-out. Ja? Hey, knock-out. Ja, je gaat er nou op buiten zitten. Doe je jezelf aan, hè? Buiten lopen wil je niet meer dat weer? Net zo min als die. Die krijg je ook niet naar buiten. We gaan straks wel naar buiten. Ja. Vrouwtje gaat zo eerst even een bakje koffie hier nog doen. Hè? Ja. En daarna gaan we lopen. Ja. En ik heb nog een heleboel te doen. Want ja, ik zou eieren koken. En dat moet opgeruimd worden. Ja, ik had al net eten gehad, dus dat gaat gelijk sowieso gedaan worden. Moet ik een zakje hebben en dan gaat het in het zakje. Want je wilt geen maden in de warmte in die ton hebben. Dus ja, dat dus. Oh, dat is een deksel. Zo, nou, hier binnen we dan. Zakje pakken. Nee, ik moet de vaders nog leeg halen. En dan moet dit er allemaal in. Ja, moet ik allemaal nog doen. Maar ik heb het dat gewoon nog niet. Ga je lekker een bakje koffie doen, dan de meid uitlaten en hoe laat het ook weer wordt. Trouwens, we moeten toch vannacht allemaal op blijven, hè? Want de klok gaat van 2 naar 3. We hebben een uur minder slaap. Maar daar heb ik vandaag misschien bij geslapen, ik weet het niet. Echt, ik ben zo min als postro met lollen met stip, zou mijn vader zeggen. Ja, postro met lollen met stip, wat het is, weet ik niet. Maar zo zei hij het altijd.
Mijn stiefvader, mijn heid. Ja, even in de ton. Hallo, mag ik door? Dank u. Zo. En nou. Ga je eten? Doe maar. Ga maar happy doen hoor. Nee? Nou ja, dan gaan we koffie doen. Water uitzetten. Leuk hè? Leuk hè? Ja, ik vind het leuk. Dan nog een strikje erbij. Die heeft mijn man al gemaakt. Ja, moet het wel willen. Het zit allemaal in mijn zakje. Een strikje met een koordje eraan om aan de antenne vast te binden van de auto. Die hadden ze allemaal met dat wij gingen trouwen. Dat was 25 september 2008. Nou, en daar zijn die strikjes allemaal van. Er mogen een strikje erbij. Ik heb er 4 neergelegen en ik heb er nog eentje over en die is voor iemand anders. Maar ja, leuk. Ik heb er 4 neergezet, 4 gemaakt. Nou ja, morgen komen Marcel en Danielle. Nou, die krijgen er allebei 1. En ook 1 strikje. Dan heb ik er nog 2 over. Nou ja, wie weet. Zien ik Anna en Mario nog? Ik weet het niet. Dan zijn daar die andere 2 voor. En het komt allemaal wel goed. Ja hoor, het komt helemaal goed, lieve vrienden. Gewoon vol goede moed er tegenaan en dan komt alles goed. Ja toch? Ik ga koffie in mijn kopje doen en water erop als het kookt en dan eventjes bakkie en dan de regen in. Hè? Ja. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Mooi is dat. Dat was. Ja. Het is wel leuk gemaakt dit. Maar dit is dan Hero de Koningstraat. En ik ben hier tijden niet meer geweest omdat ze hier bezig waren. En het was afgesloten met hekken en doeken ervoor, et cetera. Ja. Dus daar kennen we ook al niet verder. Dus ik rij even nog een stukje door. En dan neem ik daar mijn bochie. En dan gaan we weer terug. Want ja, het is hier afgesloten. Dus je kan gewoon niet door. Nee, dat gaat het hem niet worden. Huppata. Dit is nog oud. Daar zitten nog steeds mensen in die houden. Dus dat gewoon tegen, hè. Die vertikken het om eruit te gaan. Toch is de vitrage er kapot. En de plantjes zijn kapot. Of ze zijn er misschien nou net er wel uit. Ik weet het niet. Oh, dit is een club. Was een kroeg met boven een woning. Aha, kijk er eens aan. En ja, daar heen nog een koffieshop. Nou, dat is niks voor mij, want ik gebruik die troep niet. Ja, een bakje koffie lust ik wel, maar de rest hoef ik niet. Nee. Moet je niet willen. Moet je gewoon niet willen, die troep. Nee, het moet verboden worden. Maar dit is dus allemaal nieuw. En als ja, de boel afgesloten is, dan zie je dat dus dat niet, hè. Ik heb dit gewoon niet gezien dat het opbouwde. Nee. Het is allemaal te koop. Het staat nog leeg. Het is allemaal koopwoningen. Ze denken niet aan een man of de vrouw met een kleine knip om te huren. Nee. En dus ja, nou, dan hebben we dit hier nog staan. Maar ja, die is ook nog steeds dicht. Wij zijn verhuisd voor een nieuwe locatie in die Industrieweg 1B. Nou, dat is een endweg. Ik weet niet eens waar die is. Oh, dat is met die dieren, ja, weet ik veel. Industrieweg, weet ik veel waar dat is. Ja, en hier op het hoekje weer een koffieshop. Nou ja, dat moet je niet willen hebben. Ik niet in ieder geval. Ja, doe het met Natuurpro, ja, dat is wel natuurproducten, maar je wordt er wel high van. Nou, dat wil ik ook niet, ik wil niet high worden, nee. Dat is niet nodig. Nou, dan heb je hier nog een heel groot pand.
Wat ermee wordt gedaan, weet ik niet. Dat is te koop. Ja, en er wonen ook nog bovenin, zover ik weet, mensen in. Hier heb Appie hier gezeten, dat is een kunstschilder. En dus, ja, dat dus. Nou, dan hebben we de zomer. Dag meneer Kraai of mevrouw Kraai. Hoi. Ja, ik doe even mijn bril weer op. Mijn zonnebril. Ja. Dit gebouw vind ik mooi. En dat gaat ook tegen de sloop. In plaats van dat ze het opknappen. In plaats van dat nou opknappen. Ja. Dan heb je er iets heel moois aan. Dat is ja, Grand Café, het huis van Anton Pieck. Ja, zover ik weet tenminste. Ah, man. Maar ja, dit zijn allemaal nog tegen de vlakte. De Wibra die gaat geloof ik ook verhuizen. Ik weet het allemaal niet. Maar ja, dit zit toch allemaal, dus nog wel winkeltjes in, wat dan ook. Dit is weer gesloten. Dat is de postzegelwinkel. Nou ja, dat is nu natuurlijk op zaterdag ook al gesloten. Dus het is 5 uur, de Wibra. Het is 5 uur geweest, dus ja. ATC binnen de linie. Ah, hij zit nou hier al in. Aha. Oké. Nou, hier zit Appie dus in. Tikkel, waar zit hij dan? Maar ja, dan kun je nagaan. Je skeurt hier met een no time langs. En je... Nou, als ik naar de Wibra ga, ga ik er toch ook langs. Maar dan zie je het niet, want je moet op die drempel denken. Dan moet je omheen. Ja. Nou ja, en ik heb mijn tasje weer vol met boodschappies. Ja. Tenminste, vol. Half vol. Ja, dat zien we straks thuis wel weer. En dus. Ja, ik ben gelijk aan het vloggen. En dit vind ik ook mooi. Ik heb Appie ook allemaal gemaakt, zover ik weet. Ja, kijk maar, hier staat Appie. Mooi, hè? Is zo mooi. Hij is echt goed, hoor. Ja. Hij is echt gedraaid en goed. Ja. Kijk eens wat een prachtige mooie herde daar aan komt lopen. Oh, wat mooi. Kijk eens wat een mooi beestje. Maar helaas, ja. Ik ga weer sluiten, lieve vrienden. Ik ga die kant op. En ja, hoe en wat, ik weet het even nog niet. Maar in ieder geval, het komt allemaal goed. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben alweer geruime tijd thuis met de boodschappen. Maar ik had even een telefoontje met Karin. Ja. Ik heb de boodschappen nog niet eens iets op kunnen ruimen. Maar het is wel inmiddels... 19 uur 20, ik ben 3 minuten voor, dus 3 minuten dracht af. En ja, ook opletten, de tijd, de klok wordt ook weer gezet vannacht. Ja, dus daar moet ik ook aan denken. Maar ik heb de boodschapjes in huis. Het is een halve tas vol en toch is die zwaar, want er zit zwaar spul bij. Voor de meisjes vanmorgen, eerste paasdag, krijgen ze dat. Ja, dat krijgen ze niet nu. Ik heb nog weer een zak met krentenbolletjes, maar het zijn de grotere weer. 4 stuks helaas, maar ze zijn loodzwaar. Echt. Loodzwaar. Hoppata, jullie daar. Dan heb ik die weer. En die gaat hier weer in. Ja, ik had voor mezelf wil ik ook wat. Ja. Voor kandeltje weer, een zakje, de reserve. Ja, ik ben een beetje aan het inklaren. Dan heb ik 3 van die zakjes. Ja, helemaal top. Geef
geen theedoek ertussen. Geen theedoek ertussen, zo. Ja, dan hebben we, even zien, waar liggen. Nog een zakje kaas. En visie. Daar heb ik gewoon zin in. Niet dat ik het nu al op eet, want ik heb net die twee ham, kaas of zijzebroodjes opgegeten. Ja. Maar in ieder geval, die gaat gewoon de koelkast in. Voor de gevulde eieren moet je ook mayonaise hebben. En curry heb ik. Dus dat komt goed. Ik heb er twee kaas meegenomen. De rode en de groene. Ja. Dat is gewoon voor tafel. En dan heb ik twee gezonde suiker mee. Rietsuiker. Het is wel duur, ja, zover ik weet duurder dan de andere. Maar die andere heb ik niet eens gezien. Die waren op. Die ik normaal had. Maar dat is een grote zak. Ook breder. En nou ja, die is ongeveer anderhalve keer zo groot, die zak. Maar hij is ook wat breder. Anderhalve ongeveer. Breder. En die zakken zijn grijs van kleur. Ik zal de volgende keer er eens even op letten wat die kosten. Maar ik denk, ja, ik wil wat gezonde spul in huis. Zoals die zout, ja, dat zout is goed. Voor de slakken straks buiten. Dan heb ik twee bussen haarlak. Dat gaat mee naar boven. Want ik ben met de laatste bezig. Dan heb ik weer een pot koffie erbij. Die kan ik gelijk opruimen. 1, 2. Even jij naar voren toe. Ja. Waar ik mijn suiker kan laten. Ken je dat? Ja, je bent een lastpot. Ja, je bent een lastpot. Dat is één opgeruimd. Kan die er bovenop? Nee, die kan wel daar. Zo. Ook opgeruimd. Hoppata. Suiker ook gelijk opgeruimd. Ik wist ik al niet waar, maar bovenin, ik kon het er nog bij. Maar dan moest het ergens bovenop leggen. En dan, dat gaat zometeen al in een pan. Ik heb een blik kipplekker. En groentesoep. Ja. Dus kippen en groentesoep bij elkaar erin. Ja, helemaal goed. En dan heb ik nog een extra potje om de vulling, ja, wat romiger te maken, of hoe noem je dat? Lekker fris, weet ik veel. Hoe je het moet heen, hoe je het wilt noemen. Toen was de tas alweer leeg. En ik hoorde er eentje zeuren. En ik zie roze, roodachtige bewolkingen in de lucht. Dat ga ik jullie ook even laten zien, want dat vind ik mooi. Het is wel mooi, maar ja. Komt door de zon, hè? Ja, het komt door het zonnetje. Ik weet niet of we dat kunnen zien door een deur heen. Ja. Ja, nee, kom. Nee, ik kom nou niet meer naar buiten. Nee, daar trouwens ook. Ja, ik kom eraan. Ja. Ja, ja. Toei. Ik pak mijn stok even. Waar is mijn stok? Die is hier. Voilà. En dan gaan we eventjes ervoor naar buiten toe. Hey, dametjes van het goede leven. Wou je ook naar buiten? Kom maar. Mag wel. Kijk, de strepen, dat is natuurlijk vergif, hè? Dat weten we. Daarop, maar het is toch nou wel een mooi gezicht in die ondergaande zon. Ja.
Kijk dan. Ja. Strepen behoor je niet te hebben. Ja, en dan ben je gelijk... Willen ze je al gelijk naar het GGZ hebben, omdat je dit zegt, hè? Maar ja, diegene die is niet wakker. En dat ben ik wel. Ja. Kijk, dag Meel. Ja. Net of dat daar ook uitkomt, dat gebouw. Bluk. Ja, nou, we gaan weer naar binnen, want ik vind het koud. Is er eentje buiten? Ik geloof er niet. Brrr. Nee, allebei hier. Dames, het is koud. Ja, het is koud. Het is koud. Ja, het is koud. Echt waar. Wat is het koud. Ja, mag ik erbij? Stond de pollen op. Ja, dus, nou, even kijken, even dat ding weer omdraaien, zo. Nou, ja, ik ga eerst eventjes de kleine dingetjes eventjes doen, even opruimen, dat ik meer ruimte om mij heen heb, want ik moet eieren koken en ik moet niet zo... Ik heb... Zei ik nou, ik wil de troep even hier opruimen en die blikken die ga ik al in de pan doen en ik ga ook wel een klein beetje opwarmen voor mezelf, want dan ben ik wel aan toe een kopje soep. Ja, dat vind ik wel even lekker. Visje wordt me te veel. En ik moet eieren koken en die moet hard. En dan wil ik 2 vullingen maken, 2 stuks. En dan haal ik jullie er wel weer bij. Ja. Ja, koud. Ja, Karin die vond het ook hartstikke leuk. En mijn achterbuurvrouwtje vond het ook leuk. Nou, hartstikke lief. Wat gaat het? Mario. Schat. Hallo. Het is koud. Goedenavond. Ja, en er liep iemand met een blote schouder buiten. Hè? Er liep iemand met een blote schouder buiten. Is die wil die ziek worden of zo? Ik denk het. Of die is wel ziek in haar hoofd. Nou, misschien. Oeh. Echt. Nee, want ik was net ook even buiten om te filmen, want die lucht was even mooi. Ja, is echt heel mooi. Het is wel vergif, die strepen, maar het was toch mooi omdat je dat rode erin had. Ja, mooi. Dus ja, liep ik ook even naar buiten. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden, ik ga hier even een beetje verder en voor Mario ook een bakkie inschrikken, want die lust lekker, ook wel een bakkie. Lekker, bakkie, dankjewel. Dus, komt helemaal goed. Dus, te zeggen, hou vol goede moed en tot later. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, het is alweer laat. Het is al 1:28. Ja, en ik moet mijn horloge nog zien te verzetten naar 3:00. Dat gaat allemaal automatisch. Mario die schrijft met mij de deur uit te gaan om de meisjes uit te laten. Daar ben ik trouwens nog niet zo lang van terug. De computer loopt nog. Ik heb een broodje klaargemaakt, want ik heb zin in wat. En een glas water heb ik staan, want ik heb dorst. En als ik dat klaar is, dan moet ik dat nog naar YouTube inplannen voor vanmiddag 14:30. Want dan hebben jullie niks te zien. En ik zit met apenzuur. Kan je dat? Ja, ik moet de kachel nog uitzetten. Laten we dat gelijk maar even doen. Ja, met de telefoon kan ik dat doen. Ja, ideaal. Echt, moet even laden ook. Maar ik ben blij als ik wel weer op mijn bed leg. En ik heb enkel de eieren heb ik gekookt. Ik heb ze gepeld. Dan moet ik het geel er nog uithalen. En dan moet ik 2 soorten vulling maken.
We gaan op weg zetten, dan wordt het 16,5 graden. Tenminste, daar komt de kachel nu op te staan, op 16,5 graden. Maar het wordt ook wel eens kouder in huis, hoor. Ja. Zo, dan kan dat ook weer uit. En, ja. Ik wil toch nog even naar mijn spelletje toe. Even naar mijn stad. Ja. Ik ben burgemeester van de stad. Ja. Ah, dat, maar in ieder geval. Jeetje, ik zweet met apenzuur. Echt. Ja. Mijn hemel. Ze zei dat het 4 graden is. Staat er ook, hè? 4 graden. Daar staat ook 4 graden mist. Het is ook mistig. En ik was eigenlijk huiverig van, daar krijg ik last van. Maar dat viel me mee. Ik had geen last. Dus daar ben ik blij van. Voor. Het voelt als 4. Het is 4 en het voelt als 4. Het verandert net. Stond hier een 3. Oké, goed zo. Mooi dan. En, maar ik vond het niet koud. Het is heel zacht weer. Het water is als een spiegel, zo glad. In de grachten. En ik had wel mijn handschoenen aan, maar die had ik eigenlijk niet eens nodig gehad. Dus ja, ik weet niet waar ze die 4 vandaan halen, maar ik weet het niet hoor. Echt niet. 81% staat hij. Dus ja, nog even wachten. Totdat hij op 100 staat. Ja. En ik heb de televisie nog aan. Ik denk, dan heb ik nog even wat te kijken. Dus ja. Maar ondanks dat allemaal, dat ik nog bezig ben, wens ik jullie allemaal natuurlijk een hele fijne, liefdevolle nachtrust toe. En morgen, oftewel over een paar uurtjes, weer gezond op. Ga je naar de kerk, een hele fijne, liefdevolle kerkdienst gewenst. En met z'n allen ook een heerlijke, fijne, zalige eerste paaszondag gewenst. En ja, jullie weten het, hè. God die houdt over ons gewoon allemaal de wacht. Daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei doei.